Vincent van Gogh sluit zich aan bij de Conresc-groep. Zij bundelen hun krachten door een bestuurlijke fusie in 2019. Dat levert een hecht samenspel op tussen GGZ, jeugdzorg en forensische zorg. Conresc is een bestuurlijke fusie. Er zijn een aantal stichtingen die samen eenzelfde bestuur delen en eenzelfde raad van toezicht hebben. En in deze stichting, daar zijn een aantal jeugdinstellingen bij aangesloten. Denk aan Pactum in Noord-Gelderland, denk aan de OG Heldering Stichting, Bijzonder Jeugdwerk, de Rooise Wissel. En nu sluit Vincent van Gogh ook bij ons aan. De Rooise Wissel heeft in Roermond een gezamenlijk een forensisch vakteam met het Vincent van Gogh. Het ligt heel erg voor de hand dat de Rooise Wissel en Vincent van Gogh een aantal dingen samen kunnen doen. Dus ik ben wel blij dat Vincent van Gogh aansluit bij de Conresc. Daarnaast heeft het Vincent van Gogh doet ook veel op het gebied van jeugd. En daarin zullen zij weer zaken samen kunnen doen met de andere jeugdstichtingen. Conresc, vanaf volgend jaar dus 6 partijen, waaronder dus Vincent van Gogh. Wat is nou het grote voordeel van deze samenwerking? Het grote voordeel is dat je samen sterker staat. Dat wij op het gebied van kennis en kunde veel samen kunnen delen. We hebben in de forensische zorg hebben wij op deze manier alle beveiligingsniveaus, maar wij behandelen ook binnen de Conresc van jeugd tot volwassenen. In de directe praktijk zullen de medewerkers van Vincent van Gogh of de medewerkers van de Rooise Wissel daar niet meteen iets van merken. In eerste instantie merkt vooral op bestuurlijk niveau. Daar zullen de eerste stappen gezet worden. Daarnaast denk ik dat het makkelijker, ik kan natuurlijk alleen praten vanuit de Rooise Wissel. Ik denk dat het voor ons makkelijker wordt om met het Vincent van Gogh een aantal activiteiten samen op te pakken. Ik denk dat wij op onderdelen elkaar kunnen versterken en veel van elkaar kunnen leren. Natuurlijk moeten we dat samen ontdekken. We hebben nu 1 forensisch vakteam samen, maar ik verwacht dat we op het gebied van opleiding, op het gebied van we hebben beide psychiaters, op het gebied van de opleidingen voor je klinisch psychologen, een aantal professionele vakopleidingen, die kunnen wij samen gaan doen. Ik zie ook een groot voordeel in het doorplaatsen van patiënten. We hebben maandelijks een Conresc directeurenoverleg en daarin gaan partijen elkaar vinden en gaan we kijken op welke manieren wij het beste van elkaar kunnen gaan profiteren. Jullie werken nu dus samen met 6 partijen, ja. Maar jullie bestrijken zo ook een heel groot gebied, is het niet? Ja, maar wil niet zeggen dat elke partij in al die gebieden werkzaam is. Maar wij kunnen wel veel makkelijker, stel dat wij ouders in behandeling hebben, wij kunnen makkelijker en sneller samenwerken met jeugdinstellingen, met GGZ-instellingen, omdat we nu zo'n groot gebied en zo'n groot palet van jong tot oud behandelen. Ik denk dat het belangrijk is om nog toe te voegen, als ik kijk, het is binnen de Rooise Wissel heel erg positief ontvangen. En naar ik begrepen heb, is het bij het Vincent van Gogh ook heel erg positief ontvangen, deze samenwerking.